Nou, ik sta hier voor aan de poort. En ik loop gewoon met de zon in mijn rug even van hier tot helemaal achteraan het landje. Dan heb je alles gezien. Nou, je ziet dat we prachtige lucht hebben momenteel. De regentijd is nou zo'n beetje voorbij, maar we hebben nog wel prachtige bewolking. Nou, de oprit. En aan deze kant kun je zien hoe... Ja, het is mooi helder. De bergen zijn goed te zien. En misschien kun je op de achtergrond, daar zijn ze bezig daar ergens met het oogsten van de rijst. En die zijn een soort tractortjes die dan door dat water rijden. Die kun je wel goed horen, maar het geluid valt geloof ik dit moment wel mee. Nou, daar komt Yindi aangerend. Hallo. Dag schatje. Hi. Nou, ik loop gewoon eventjes de oprit af. Nou, onze vijver, die staat helemaal behoorlijk vol op het moment. Maar die is ook een heel stuk kleiner geworden, omdat die flink aan het dichtgroeien is. Dus hij wordt ieder jaar een beetje kleiner. En ik denk dat we volgend jaar of het jaar daarna, dan zullen we hem wel weer een keertje opnieuw moeten laten uitgraven. Maar op zich hebben we er geen weinig last van. Ik vind het ook wel mooi, want in dat gras zitten waterhoentjes met nestjes, jonge kuikentjes. En daarachter, ik weet niet of dat überhaupt te zien is, maar daar groeit... Oh ja, met die witte bloemen, dat is pakboeng, dat is een Thaise groente. Die kunnen we zo uit de vijver halen, maar ja, we eten hem maar niet, want God weet wat er allemaal in die vijver zit. Frans was er zo ooit heel ziek van geworden, dat weten jullie vast nog wel. Nou, hier langs de oprit zijn ook allerlei bomen en boompjes en struiken. En struikjes die een paar jaar geleden nog heel piepklein waren. Of ja, een paar jaar geleden was hier gewoon helemaal niks. We wonen hier in januari 3 jaar. Nee, het is niet waar. Nee, in januari wonen we 5 jaar in Thailand. En dan wonen we in juni of zo, wonen we 4 jaar hier op het landje. Nou, hier hebben we een oprit met een mooie klimplant eroverheen. Een carport bedoel ik, waar onze auto toch een beetje uit de zon kan staan, want die lak heeft wel heel erg te lijden. En daar zie je al een deel van de omheining van Surya, van ons paardje, met het stalletje. Klein stalletje waar ze in kan schuilen, maar dus gewoon aan één kant open, waardoor ze er altijd in en uit kan, naar believen. Dus heeft lekker alle vrijheid. De omheining van Surya, het weidje zeg maar waar ze in zit, is ongeveer 600 vierkante meter. Dus groot genoeg om als een gek te kunnen rondracen. Dus morgens en 's avonds heeft ze altijd de gekke 5 minuten en dan moet ze eventjes rondrennen. Nou, hier zijn we bij de voordeur. En nou, dat looppad wat ik aan het maken ben, dat is bijna klaar. Althans, het pad wat voorlangs het huis loopt. Want dan zijn er natuurlijk wel allerlei nieuwe projecten die ik daarna wil doen. Ja, dit is allemaal denk ik... Ik weet niet of dit nog veranderd is. Waarschijnlijk niet. Die kastjes die hebben we in het begin al gekocht. Kijk, hier kun je zien hoe dat looppad al helemaal voor het huis naar achter loopt. En ik laat ook even dit gangetje zien. Daar hebben we eigenlijk een soort extra regenwoudgangetje gemaakt. Zodat we een extra... Ja, gewoon extra veel schaduw hebben aan de voorkant van het huisje. Dat houdt het in de hete tijd nog een beetje extra lekker koel. En het leuke van zo'n regenwoudgangetje is ook dat we met allerlei mooie schaduwplanten nou kunnen werken. In het begin had het natuurlijk totaal geen zin, omdat we overal alleen maar veel te veel zon hadden. Maar nu hebben we inmiddels op heel veel plekken ook heerlijk schaduw. Is echt prachtig. En... Ja, deze planten zijn in Thailand een ontzettende hype op het moment. We hadden pas mensen op bezoek uit het zuiden. En die stonden hier helemaal te gillen bij deze plant. Want die was ik weet niet hoeveel geld waard. Nou ja, het zal allemaal wel. Het is weer zo'n hype die komt en gaat. Dit is het laatste stukje van de vloer wat ik van dit pad. Dat moet ik nog, het laatste stukje moet ik nog afmaken. Er moeten nog wat vultegeltjes tussen en dan voegen. En dan is dat pad klaar. En hier is het een beetje een rommeltje geloof ik, maar dat maakt niet uit. Onze buitenhuiskamer, zeg maar. Nou ja, binnen kennen jullie het, dus daar ga ik nou niet teruglopen om te filmen, want er is verder helemaal niks veranderd. Onze kleine vijver, daar weet ik niet of die er... Misschien was die er nog niet toen jullie er waren.
Het zou best kunnen dat hij er nog niet waren, dat hij er toen nog niet was. En dan loop ik eventjes om deze vijver heen. En dan krijgen we daar Surya in beeld. Surya. Die staat weer lekker te grazen. Och ja, die had ik eigenlijk eerst even hooi willen geven. Maar goed, dan mag ze nog eventjes op wachten dan. En nou is het filmpje eerst eventjes aan de beurt. Surya. Kijk eens. Hi meisje. Kom maar. Hi meisje. Nou, ze heeft er geen zin in. Ze komt meestal meteen wel eventjes kijken. Maar nou heeft ze toch wel erg druk met grazen. Hé, ja, je komt toch wel, hè. Ik zie het. Langzaam maar zeker. Kijk, daar is dat stalletje van haar. En de dakje wat erop zit, heeft aan alle kanten 1 meter oversteek. Dus kan ze altijd lekker in de schaduw. En als het straks echt heet wordt, dan ga ik er een sprinkler. Dag meisje. Hallo. Hallo. Dag lievertje. Dag schatje. Hi. Moet je happelen. Moet je happelen. Hé, hey, schatje. Hé, hey, schatje. Ja. Nou, loop ik weer even verder. Hier liggen nog wat bamboepalen die we nog vast willen maken. En dit is de omheining. Wacht, ik kan een beetje vanaf de andere kant. Nou, ik weet niet of dit heel goed te zien is, maar hier is een laag muurtje gestapeld waar onze schildpadden de eerste jaren eigenlijk hebben gewoond toen ze nog klein waren. En inmiddels zijn die zo groot dat ze los rondrommelen overal op het land. Dus ze kunnen nou niet meer door de omheining heen. Maar dit laten we wel nog gewoon zo, want ik vind het altijd wel leuk uitzien met die potten en zo. En 2 van de 4 schildpadden die komen hier nog steeds. Die hebben een hol hier in de grond gegraven en die komen hier altijd 's avonds nog slapen. En hier kun je de volière zien en dat is eigenlijk niet mooi om te zien. Want we hebben dubbel gaas moeten maken, want het eerste gaas waren openingen van 1 inch. En die waren voor de vogels wel goed, maar er bleken dus ook gewoon slangen doorheen te komen. En dat was niet zo'n succes. Dag Sammy, wat ben jij aan het roepen? Jij wil met mij mee, hè? Kom maar even. Kom maar, ga je mee? Met Sammy mee? Kom maar. Kom maar. Goed zo. Ga je maar zitten? Hoppakee. Nou, Sammy zit nou bij mij op schoot. Even omdraaien. Hoe werkt dat? Gewoon zo, denk ik. Kijk, Sammy. Kijk eens. Hoi. Nou. Ik ga er weer uit. En we even verder lopen. Hier ook nog een stukje van de wei van Surya. En dan ga ik nou de bocht om. En dan loop ik eigenlijk de boomgaard in. En ja, je kunt gewoon zien hoeveel gewoon echt grote bomen er nou al staan. Want we hebben hier onder deze bomen ben ik ook met allerlei schaduwplanten inmiddels in de weer. En we hebben hier een zitje gemaakt. De stoelen heb ik nou even ondersteboven gezet. Want er komen allemaal blaadjes uit de bomen gevallen. En dan hoef ik die niet op te ruimen als we hier gaan zitten. Kijk, hier ook weer met varentjes en zoiets allemaal bezig geweest. En hier bromelia's, van die tropische regenwoudplanten. En nog meer varentjes. En hier, daar is het houten huisje. Dat hebben jullie wel al gezien op een eerder filmpje, denk ik. Maar hier kun je ook wel zien hoe groen het allemaal geworden is. Hoeveel bomen en boompjes hier staan. Ook een prachtige boom met mooie gele bloemen. Die bloeit voor de 2e keer al dit jaar. En die boom die staat er pas 1,5-2 jaar ongeveer. Ja, het gaat hier allemaal als een tierenleer. Het is niet normaal. Hier ook allemaal groen. Bananen. Zonder vruchten momenteel, maar wel prachtig blad. Nou, en zo ben ik een beetje aan de achterkant van ons landje aangekomen. Hier nog een keer een blik op de achterkant van het huisje met een buitenbadkamer. Waar we deze prachtige klimplant tegenaan hebben laten groeien. Tegen de inkijk. Dat lijkt me wel prettig. En we hebben ook een beetje een buitenkeukentje, maar daar staat nou niks in. Omdat we natuurlijk al heel lang geen gasten hebben gehad. Dus dat is, die spullen hebben allemaal opgeborgen, zodat die in de regentijd niet te lijden hebben van het vocht.
En dan laat ik hier nog eventjes het huisje vanaf de voorkant zien. Balkonnetje. Dat is gewoon hartstikke mooi. Ik loop nog eventjes naar boven om vanaf het balkonnetje het uitzicht te laten zien. Want dat vind ik zelf altijd wel heerlijk. We gaan hier wel eens ontbijten 's morgens. Of gewoon eventjes zitten om van het uitzicht te genieten. Ja, en dit is allemaal weilanden en rijstvelden. En hier een bosje met heel veel vogels erin. Nou, dan ben ik een beetje rond. De bergen zijn vaag zichtbaar. Er is een beetje bewolking daarachter. Een beetje van die hele grote witte bewolking. Maar net boven de bergen is het een beetje heiig. Dus die kun je niet echt heel goed zien. Nog eventjes het uitzicht richting huisje. Vanaf het balkonnetje. Maar dat is een beetje niet zo mooi licht, geloof ik nou. Omdat ik dan tegen de zon in film. Nou, dat was het voor nu. Heel veel liefs. Groetjes uit Thailand. Doei doei.